7 miljoen Olympic size. Heeft de Russische president. Prijzen stijgen in een recordtempo. De gasprijs van heel Europa. Met executies van demonstranten. Als je de hele dag van het ene naar het andere negatieve bericht scrolt, dan verander je je hersenen. En daardoor kun je steeds angstiger en depressiever worden en schat je risico's steeds slechter in. Hier in de werkplaats ga ik je laten zien hoe dat komt en wat je kunt doen om je hersenen te herprogrammeren, zodat je gelukkiger wordt en de negatieve gevolgen niet hebt. Als je aan mensen vraagt waar ben je nou het meeste bang voor om aan te overlijden, dan zeggen ze het volgende. Terrorisme. Ik denk terrorisme. Een beroerte. Ik denk toch wel voor een terroristische aanslag. Kanker, maar niet uit welke. En terrorisme. Voor geweld. Geweld? Ja, en terrorisme. Ik denk terroriseren. Ja, dat is eng. Zoals je hoort, hebben heel veel mensen angst om te overlijden aan de gevolgen van terrorisme. In werkelijkheid is de kans dat je daaraan overlijdt echter heel erg klein. Hoe komt het nou dat we daar toch zo bang voor zijn? Nieuws bestaat vooral uit bloederige, chockerende, uitzonderlijke zaken. En die uitzonderlijke zaken trekken onze aandacht. En omdat het zo bloederig en chockerend is, wordt ons angstsysteem geprikkeld. Dit alles zorgt ervoor dat onze hersenen veranderen. Alles waar je aandacht aan geeft, verandert de structuur en de functie van de hersenen letterlijk. Dit noemen we neuroplasticiteit van de hersenen. Hersenen bestaan uit hersennetwerken. En die hersennetwerken bestaan weer uit cellen en uit verbindingen tussen die cellen. Laten we nou eens voorstellen dat deze spijkers je hersencellen zijn. En dat deze draad de verbindingen tussen die hersencellen zijn. Alles wat je doet, alles wat je meemaakt, alles wat je voelt, alles wat je ziet, zorgt dat er steeds nieuwe verbindingen tussen die hersencellen komen. Stel je voor dat dit je angstnetwerk is, dat gevormd wordt door alle angstige dingen die je meemaakt en die je ziet. En laten we nou eens voorstellen dat deze rode draad de terroristische dingen zijn die je ziet. En hoe vaker je eraan blootgesteld wordt, des te sterker worden die verbindingen in je angstsysteem. Je geheugen slaat al die beelden op en iedere keer als je ze weer ziet, dan wordt dat angstsysteem geprikkeld. En daardoor wordt de verbinding tussen angst en terrorisme steeds sterker. Die ingebouwde angst is evolutionair heel goed te begrijpen. Als je vroeger iets angstigs zag, of je maakte zelf iets angstigs mee, je zag bijvoorbeeld een slang, dan moest je dat meteen onthouden en die angst waarschuwde jou ervoor dat die slang gevaarlijk was. En dat dat direct in jouw omgeving kon gebeuren. Vroeger was dat mechanisme van risicobepaling erg effectief. Want het kwam overeen met de reële kans die je had om een slang tegen te komen. Die simpele relatie tussen blootstelling en risico gaat vandaag de dag niet meer op. Je wordt de hele dag blootgesteld aan angstige beelden en die prikkelen de hersenen. En die hersenen die slaan die beelden op, dat wordt gekoppeld aan je angstsysteem. En zo word je steeds banger omdat je denkt dat het risico op terroristische aanslagen zeer reëel is. Bij terroristische aanslagen zie je ook daadwerkelijk mensen doodgaan. Terwijl het risico om te overlijden aan longkanker of hart- en vaatziekte vele malen groter is. Maar dat zie je niet als je een sigaretje opsteekt. Onderzoek laat zien dat mensen die veel negatief nieuws tot zich nemen, angstiger worden, depressiever worden en ze krijgen steeds meer het idee dat het lot al bepaald is en dat ze daar niks meer aan kunnen doen. Die hersenen veranderen, ze slaan die negatieve beelden op en zo ontstaat er een versimpeld negatief wereldbeeld. Het goede nieuws is dat je hier ook iets aan kan veranderen, omdat je hersenen flexibel zijn. Je kunt ze als het ware updaten en zo beter laten aansluiten op de wereld van vandaag. Hoe doe je dat nou? Nou, in de eerste plaats door jezelf minder bloot te stellen aan al dat negatieve nieuws. Als je dat doet, dan krijg je minder sterke verbindingen. En op den duur kunnen die verbindingen zelfs helemaal verdwijnen, waardoor je je ook minder angstig zult voelen. Je moet je blootstellen aan nieuwe dingen, aan positief nieuws, aan achtergronden, aan statistieken. En daardoor ontstaan er weer nieuwe verbindingen in je hersenen en zul je je beter voelen. Dat is best wel moeilijk, want de hersenen zijn daar nog niet goed aan gewend. Het heeft miljoenen jaren geduurd om die hersenen te ontwikkelen en ze zijn vooral gevoelig geworden voor verhalen, anekdotes en beelden. Maar omdat ze flexibel zijn, kun je ze trainen.
Daarmee herprogrammeer je je hersenen en je voelt je steeds beter. De kwantumcomputer gaat waarschijnlijk onze toekomst veranderen. Ik ben Anne-Marije, natuurkundige, en in de volgende aflevering laat ik je zien hoe.